Ik ben Inger Leemans. Ik ben hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de VU en kwartiermaker van NL Lab. En dat is een nieuwe onderzoeksgroep over Nederlandse cultuur en identiteit bij het KNW Humanities Cluster. En we staan hier in het hoofdgebouw van de VU op de faculteit Geesteswetenschappen. Toen ik begon als promovendus, toen was het Huizinga Instituut net opgericht. Dus wij waren zo'n beetje de eerste groepen promovendi die starten bij het Huizinga Instituut. En moesten het ook een beetje mee uitvinden van wat is het nou en wat doet het nou. We hebben promovendi-raden mee helpen opzetten en nadenken over wat het programma moest zijn. En later ben ik dat blijven doen. Dus ik heb in het programma-team gezeten. Nu zit ik in het bestuur van het Huizinga. En ik vind het ook echt een hele belangrijke school, onderzoeksschool, die onze promovendi landelijk en onze jonge onderzoekers, de researchmasterstudenten, landelijk bij elkaar kan brengen. Voor mij betekent cultuurgeschiedenis de mogelijkheid om steeds te vernieuwen, om aan te sluiten bij andere kennisdomeinen en daarvan nieuwe ideeën op te halen, methodes en die in een soort van mengelmoes weer terug het vak in te brengen. Ik ben begonnen als promovendus, zou je kunnen zeggen, in de ondergrond van de cultuurgeschiedenis, namelijk met een onderzoek naar pornografie, de geschiedenis van Nederlandse pornografische romans vooral. En dat was echt superleuk om te doen. Ik heb heel veel archieven en bibliotheken omgeploegd op zoek naar pornografisch materiaal. En dat zowel inhoudelijk bestudeerd, wat staat er in die romans, welke ideeën zitten daarin, als het product zelf. Hoe zien die romans eruit, hoe worden ze als marktproduct zeg maar uitgevonden. Op dit moment ben ik ook bezig met een onderzoek naar, of een revisie zou je kunnen zeggen, naar de rol die geweld heeft gespeeld in de vroegmoderne Nederlandse Republiek. Het idee was dat we natuurlijk traditioneel dat we een heel meer op vrede en tolerantie gerichte republiek zouden zijn geweest, of dat in ieder geval in de zelfrepresentatie heel dominant hebben gemaakt. Maar als je 17e-eeuwse poëzie gaat lezen, Vondel, Van der Goes, die zijn heel erg gewelddadig, militaristisch en ook glorificerend zou je kunnen zeggen in het Nederlandse, over het Nederlandse koloniale project. En er zijn ook prachtige beeldprogramma's die daar wat over zeggen, zoals Les Indes Orientales en Occidentales van Romein de Hoge. En het is een platenserie die eigenlijk laat zien van hoe gewelddadig alle volkeren van de hele wereld zijn. En niet eens alle volkeren, ook de dieren en zelfs de natuur is heel gewelddadig. Vulkaanuitbarstingen, overstromingen. En er is eigenlijk één vredelievende, zou je kunnen zeggen, impuls. En dat is de markt. Overal is geweld, maar niet als mensen gaan handelen. Op de markt van Bantam bijvoorbeeld, daar komen alle volkeren van de hele wereld samen. En ja, op een vreedzame en beschaafde manier. En daarmee onttrekt hij eigenlijk aan het gezicht van de kijker de evidente gewelddadigheid van dat koloniale handelssysteem.